Hallo Transformers liefhebbers en welkom in mijn overvolle nieuwsvideo. En eindelijk is hij je, de lang verwachte Dealerclass 86 Optimus Prime. Maar er is nog heel veel meer aangekondigd, zoals de nieuwe G.I. Joe crossover Triple T. En eindelijk is hij er dan, de Knight Rider crossover. En een compleet nieuwe comicboekfiguur. Dit en meer in mijn nieuwe nieuwsvideo. Ik begin met filmnieuws. De première van de Transformers animatiefilm One nadert. En dit betekent een zee van posters en promomateriaal. Ook zijn er nieuwe stemacteurs bekendgemaakt, zoals Even Michael Lee als Jess en John Bailey kruipt opnieuw in de huid van Soundwave. En nog meer nieuwe namen. Ook zijn er diverse tv-spots en een nieuwe tweede trailer uitgebracht. Deze toont meer actie en het broederschap tussen Optimus Prime en Megatron, die langzaam zal veranderen in rivaliteit. In tegenstelling tot de eerste trailer, die vooral familievriendelijkheid en humor toonde, toont deze trailer juist veel actie en diepgang. Ook zien we gedeeltes die lijken te leiden naar de opkomst van de Decepticons en de onvermijdelijke uiteindelijke strijd tussen Optimus Prime en Megatron. De film komt uit op 20 september. De film is getest en leidend ontvangen door een testpubliek. En voor wie de hele trailer wil bekijken, deze is te vinden op YouTube. Till all are one. Hey Darkwing! Oh, my finger can transform. Guess which one? Cool. En in een overige tv-spot heb ik nog diverse Autobot karakters in de achtergrond gespot. Dark Connolly zal de nieuwe schrijver zijn van de Transformers vs. G.I. Joe film. Dirk is bekend van films zoals Jurassic World en Star Wars The Last Skywalker. En Chris Hemsworth keert terug naar deze film. Dit keer niet als de stem van Optimus Prime, maar een live rol. Misschien een G.I. Joe. Over en weer naar serie nieuws. In Japan komt een nieuwe Transformers tekenfilmserie uit, genaamd Transformers Nessa. Deze cartoonserie zou eigenlijk in 2020 uitkomen, maar is door corona niet doorgegaan. Inmiddels is de cartoonserie bijgewerkt en klaar om alsnog uitgezonden te worden. Hij zou bestaan uit 52 afleveringen van ongeveer 10 minuten. De serie gaat over twee Japanse kinderen die door het verkrijgen van mythische krachten samen met de Autobots de strijd aan kunnen gaan tegen niet alleen de Decepticons, maar ook mythische Japanse wezens. Of de serie ook nog in het Westen uit zal komen is onbekend, maar ook vooral onwaarschijnlijk. Maar gelukkig kunnen we altijd een beroep doen op streamdiensten zoals YouTube. En hoewel nog lange tijd nieuwe afleveringen van Earthspark seizoen 2 zal uitkomen, is er al de titel van een nieuwe Transformers animatieserie uitgelekt. Deze zal Transformers Cyberworld heten en zich vermoedelijk richten op het jong publiek. Vermoedelijk geen vervangende serie van Earthspark, maar gewoon een tweede serie die gelijktijdig afspeelt. De nieuwe verwerkte originele serie soundtrack is nu te luisteren op diverse streamingdiensten. Hetzelfde geldt overigens voor de Beast Wars soundtrack. En door naar stripnieuws. De Transformers stripserie nadert een nieuwe climax. Zal het de Autobots lukken de aarde te redden van een naderende Cybertron? En ook de Void Rivals, die steeds meer tot de Transformers universe gaan behoren, naderen een climax waarin de Rivals uit elkaar gaan. Maar is dat wel zo verstandig, want naast de ruzie van hun eigen volkeren, naderen ook de Quintessence en de Autobot Hatrad. Maar nog verrassender is de komst van Cobra La. En wat G.I. Joe betreft zijn we nu nog halverwege de miniseries Destro en Scarlet. Maar Skybound heeft al aangekondigd binnenkort een doorlopende G.I. Joe-serie in de Anderson Universe te starten. Ook heeft Skybound aangekondigd diverse reprints te maken van de originele Marvel Comics. Zoals de originele Marvel 1 met een nieuwe Decepticon cover. Een tegenvariant op de originele Autobot cover. Maar het meest opvallend is een nieuwe serie aangekondigd door Skybound, Worst Bot Ever. Deze zal gaan over de allerslechtste Decepticon, Ballpoint. Wanneer hij uit het Decepticon leger ontslagen wordt, probeert hij er alles aan te doen om zichzelf opnieuw te kunnen bewijzen. En door naar speelgoednieuws. Yolopart heeft diverse niet-transformerende Transformers One figuurtjes uitgebracht. Het betreft de 4 helden met ieder 2 versies. Een versie van voordat ze de Transformers kok kregen en een versie van nadat ze veranderden. En hetzelfde geldt voor Elite One of D16 alias Megatron. YOLO, want iedereen leeft maar 1 keer behalve Optimus Prime. En ook Hasbro zelf brengt nieuwe Transformers One figuur uit. Zoals een Sentinel Prime en een Badasser Bumblebee. En over Bumblebee gesproken, eerder deze zomer is een Lego versie van hem uitgekomen. Maar liefst 950 stukjes en volledig transformerend. Leuk zijn de extra details zoals de bijenhanger op het raam en de I Love Cybertron bumper sticker als paradox op de I Love New York sticker. En het kenteken Coldbock wat verwijst naar zijn originele naam. Op naar de Legacy-lijn en die brengt uit een Core Class Optimus Prime. Deze uitgevoerd met een Matrix en een Energy Axe. En een heruitvoering van de Voyager Metal Hawk. Deze keer met iets meer cartoon-accurate kleuren als degene die vorig jaar uitkwam. Verder komt uit een Cyberverse Slipstream en de Decepticon Targetmaster Quake. Compleet met zijn minions Tiptop en Heater. En een repaint van Armada Megatron, Armada Calvatron. En over Megatron repaints gesproken, hetzelfde geldt voor de Core Class Calvatron Energon. En een repaint van Animated Optimus Prime, de Animated Decepticon Motormaster. En een pakket van 3 Cobots die de overstap wisten te maken naar het Transformers universum. Dit betreffen Threads, Smallfoot en Pathfinder. Interessant is het originele Guardian symbool op de vlag van Pathfinder. Dit was het originele symbool van de goede Cobots, maar door vele planningsfouten zelden te zien geweest. Ook verwacht de Rocklord Geochron. En ook deze een duidelijke repaint. Ook Soundwave wordt heruitgebracht met 3 minions, Reverse, Basso en Rumble. En de complete pakket Combiners Dino King, bestaande uit 6 Decepticon Dino karakters die te zien waren in de Japanse cartoonserie Victory. En de Decepticon Mayhem Attack Squad wordt aangevuld met een 2-pack van Bloodshin, zoals te zien in de IDW Comics, en de Decepticon Triggermaster Ruckus. En ook de Star Raiders worden compleet gemaakt met een leaderpack van Tundertram. Dit betreft een bijgekleurde versie van de Voidje Tundertram, samen met de voormalig Rocklord Calcitron en Nightstrike die in de Star Raiders vlag verandert. En nog een Star Raider, de Generation 2 Decepticon Roadpick. En deze is een repaint van de Junction Crashbar. En wie niet weet wie de Star Raiders zijn, kan mijn daarvan gemaakte video bekijken. Gebaseerd op de IDW Universe is een nieuwe 2-pack uitgekomen, Shattered Friendship, met de Security Officer Orion Pax en een Gladiator Megatron. En verder nog een Marvel UK Comic Book Special met 2 karakters, de Autobot Emirate Siren en de verkeerde Autobot wetenschapper Flame. Ook deze karakters heb ik uitgelegd in een eerdere video. Ook zijn er weer flink wat studiofiguren aangekondigd, zoals Reactivate Bumblebee, War for Cybertron Rajet, Bumblebee Movie Starscream en Bumblebee Movie Frenzy. En jawel, een Transformers One Megatron. En een 5-pack Autobot karakters uit Revenge of the Fallen, bestaande uit Optimus Prime en Jetfire en de Motor Trio, RC, Chromia en Elite One. Ieder zoals ze te zien waren in de GTI Revenge of the Fallen movie, inclusief het fuseren van Optimus Prime met Jetfire onderdelen. En de Studio 86 series laat het ons nog 1 keer meemaken, de dood van Roget en Bram. Maar de grootste aankondiging is de Leader Class Optimus Prime. Dit figuur is op een bochel op de rug na een perfecte Optimus Prime uiterlijk. Bijgeleverd een Matrix en een Energy Axe, originele blast effect en een roller die Titan Masters kan vervoeren. En een combat deck met opslag voor de blast-effecten. Een gerucht is dat zijn hoofd eraf zou kunnen en verwisseld kan worden met het hoofd van de Shockwave Comic Book Special. Een hommage aan de Marvel strips. En uiteraard is deze Optimus Prime al snel thuis bij de andere 86 figuren. Ook worden een gemene Optimus Prime en gemene Ratchet verwacht uit de Shattered Class universe. En ook Shattered Class heb ik verklaard in een eerdere video. Tijd voor een nieuwe G.I. Joe crossover. En dit keer is de Autobot Cup de Triple T tank. En komt hij samen met de Joes Sergeant Slaughter en Letterneck. Na lang wachten is hij er eindelijk. De Knight Rider crossover met de nieuwe Autobot Agent Knight. En deze verandert natuurlijk in kit. Met uitklapbare koplampen en batterijen voor geluideffecten. Ook de karre heeft diverse repaints aangekondigd, zoals Sentinel Prime, Armada Super Starscream, Rise of the Beast Nemesis Prime, ook wel eens Scourge genoemd, en Ga maar zitten de Decepticon troon. En een set Autobot hoofdkwartier, een 3-pack Optimus Prime Jazz en de robot die origineel Mainframe heette, maar verandert in Teletrain One. Kara heeft alvast een vooraankondiging gedaan van aankomende crossover figuren, zoals een Zoids en Dynaclone Shield D Prime en Optimus en Megatron vs Godzilla figuren. Maar hierover in de volgende video vast meer. En tot slot is er voor de allespaarden een Marvel Legacy Deadhead uitgekomen, bekend uit de Marvel UK serie. Over naar game nieuws. In het spel Overwatch 2 zijn Transformers skins te koop. Overwatch 2 is een Blizzard online game en een strategie gevechtspel. Online kan je daar nu Transformers skins kopen die de gebruikelijke gamehelden en schurken kunnen veranderen in Transformers. Zoals Optimus Prime, Bumblebee, RC of Megatron. En getransformeerd in Transformers karakters zetten ze de strijd door. Overwatch 2 is over diverse devices en streamdiensten beschikbaar. En voor de favorieten heeft Fan Expo voor de beurs een ouderwets kaartspel uitgebracht. En door naar media nieuws. Dit is mijn lijst van belangrijke dealers die Transformers leveren in Nederland. En daar komt één grote dealer bij. Er is namelijk een nieuwe website geopend door Kenneth Connectables. Deze specialist in Transformers Masterpiece is al lange tijd bekend bij beurzen en marktplaats, maar nu heeft hij ook een eigen overzichtelijke site. Zeker het bezoeken waard voor Transformers Masterpiece liefhebbers. Mensen die Fox News volgen moesten even schrikken. Die vermelden namelijk dat Optimus Prime in Texas gearresteerd is voor autodiefstal. Uiteindelijk bleek het te gaan om een 37-jarige man die beweerde Optimus Prime Blakely te heten. De politie geloofde hem eerst niet, maar na nader onderzoek bleek dat Optimus Prime zijn werkelijke naam was. En dat was het weer voor deze video. Je helpt me enorm door deze video te liken en of lid te worden van dit kanaal. Tips en verbeterpuntjes zijn ook altijd welkom. Maar voor nu weer, transform en roll out!